Ja, Rion, we hebben hier Ajax zien spelen tegen Anderlecht. Een 3-0 nederlaag. Natuurlijk is het een oefenwedstrijd, maar toch, hoe zag Ajax eruit? Ja, nou ja, uitslag zegt niet zo heel erg veel, betekent ook niet zo heel erg veel. 3-0, het is redelijk afgetekend. Ik vond het verdedigend bij Vlagen, ja, echt heel erg broos, heel erg kwetsbaar. Anderlecht voetbalde in de eerste helft de kansen best wel makkelijk bij elkaar. Die 1-0 ruststand was echt wel meer dan verdiend en het hadden er ook iets meer kunnen zijn. Ik vond Ajax zich na rust best wel redelijk herpakken. Alleen in de slotfase van de tweede helft toch een paar keer dat verdedigend weer echt heel erg broos was. Heel erg open lag. Ja, en dan ga je dus op een 3-0 vanaf. Ook omdat je zelf die kansen niet afmaakt. Dus afgetekende nederlaag. Wel met wat nuances erbij te plaatsen. Maar het is wel een signaal dat er bij Ajax nog aardig wat moet gaan gebeuren. Kwetsbare verdediging zeg je. Je hebt net ook gesproken met de trainer Maurice Stijn. Wat was zijn verklaring? Ja, eigenlijk in dezelfde lijn. In de zin van dat het verdedigend onvoldoende is om tegen een ploeg van kwaliteit gewoon echt wat neer te zetten. En dan is Anderlecht nog niet eens een ploeg van enorme kwaliteit. Want die zijn afgelopen seizoen in de middenmoot van de Belgische competitie geëindigd. Dus het moet natuurlijk wel een beetje de alarmbellen doen rinkelen bij Ajax. Dat er nu echt de komende week wel een paar spelers bij moeten gaan komen. En dan vooral in die laatste linie waar je nu Timber al bent kwijtgeraakt. Nou, Bessie die staat bij de uitgang nu. Links achterin houdt het niet over. Dus ja, voor zover het nog niet duidelijk was, is het nu wel duidelijk dat Ajax daar wat kwaliteit nodig heeft. We hebben het veel over de verdediging nu. Als je kijkt naar het middenveld en de aanval, hoe heb je dat gezien? Aanval van de Kudus weer goed. Ja, dreigend. Vandaag niet rechtszeker, maar dat is toch echt een speler die er voor mij wel met kop en schouders bovenuit steekt qua individuele kwaliteiten. Ja, het spijtige is, hij stuurt nog steeds aan op een vertrek. Dus ja, dat is ook niet iemand die je kunt intekenen voor de rest van het seizoen. Want ja, als daar in de komende weken een bot op komt dat niet te weigeren is, dan zal die ook gevlogen zijn. Ik vond Bergwijn afgelopen week tegen Shakhtar goed. Vandaag minder, echt minder. Brobbey, niet heel veel van gezien. Op middenveld van de bomen vind ik wel genieten. Als je kijkt hoe die de balletjes weglegt. Strooien is het? Ja, echt strooien. Het is echt strooien. Het is, je ziet ook af en toe dat je denkt, van, komt die bal nou echt aan? Maar dan komt hij echt precies op de juiste snelheid ook nog in de loop mee. Dus dat is echt wel een heerlijke speler voor de regie. Die heel veel ballen weglegt en heel veel openingen verzorgt. Ajax krijgt veel kansen. Is het dan pech of kwaliteit dat die er niet in gaan? Tja, combinatie. Combinatie denk ik. Ik denk die bal op de paal en lat, dat is een beetje pech. Ja, gaat zo'n bal 5 centimeter de andere kant op, zit hij erin. Vond die van Darami vond ik wel echt een grote kans. Die moet eigenlijk wel er gewoon echt in zitten, 1-1. Zou je kunnen zeggen, dat is gewoon kwaliteit. Maar ja, Dobberg had maar één kansje nodig, hè? Klopt. Dat is ook zo. Het is altijd een combinatie van. Maar die bal op de paal en lat, dan zeg ik van wat moet je ervan maken? Vond ik wel het hoogtepunt trouwens, hè, die goal van Dolberg. Ja, dat is een hele lekkere. Klopt, absoluut, absoluut. Hey, de aanvoerder van de Ajax. Dat was in de eerste helft Davy Klaas. Daarna zag ik Roelie en Rens met de band lopen. Wat gaat ermee gebeuren? Ja, nog onduidelijk. Het is nu omdat Davy Klaas natuurlijk het langste track record heeft bij Ajax. Meeste ervaring ook zo'n beetje in de benen dat die band vrij logisch bij hem belandt. Maar je ziet vervolgens ook als hij in de rust gewisseld wordt. We zaten op de perstribune allemaal ook even te kijken van wie heeft hem nou? En dat bleek dan Roelie te zijn. Ja. En dat is ook niet echt ideaal. Ik zag het pas toen hij eruit ging. Ja, dat is ook niet echt ideaal. Trainers zeggen altijd, liever wil je een veldspeler als aanvoerder hebben. Maar er zijn natuurlijk niet gek veel kandidaten. Dat hij daarna naar Rens ging, dat zegt ook genoeg. Dus Ajax natuurlijk met Tadic een hele goede voetballer kwijtraakt, maar ook de leider. Nou, het half jaar daarvoor natuurlijk met Daley Blind al een andere leider. Dus er zit ook wel in hetgeen wat Ajax nog moet gaan doen de komende weken. Niet alleen positioneel dat het allemaal nog wel op kwaliteit gebracht moet worden. Maar ook wat jongens die de kar kunnen trekken en die de boel een beetje kunnen neerzetten. Want dat was af en toe wel heel erg broos en jeugdig, vooral achterin in de laatste linie. Zitten er nog leiders in deze selectie? Poeh. Klaassen vind ik het wel. Alleen in hoeverre trekt die voetbal het echt op elkaar? Want dat moet altijd een samenspel zijn. Hè? Je kunt alleen een leider zijn. Meestal, als je in de hiërarchie een bepaald track record hebt, waardoor je gewoon mensen op hun plek kunt zetten, mensen kunt neerzetten. En dat is wat lastiger momenteel. Ik denk dat Roelie het wel kan, maar daar heb je de taalbarrière. Want hij zal in het Engels zal hij zich wel enigszins kunnen uiten, maar vloeiend Nederlands zit er natuurlijk niet in. Dus het is wel een probleem dat hij haat een leiderschap in die selectie. Hij was er vandaag bij, maar hij gaat wel weg. Kelvin Bessie van Ajax naar Fulham. Je had de primeur, toch? Ja, ik geloof het wel. Ik kwam aardig wat binnen. een goede deal voor Ajax, toch? Ja, ik denk eigenlijk gewoon bijna zoals een werelddeal. Als je kijkt naar het afgelopen jaar wat hij gehad heeft bij Ajax. Wat begon redelijk hoopgevend, toen wisselvallig werd en uiteindelijk gewoon teleurstellend eindigde. En als je dan de conclusie trekt als Maurice Stijn en Sven Mislintat van hij gaat weer geen basisspeler worden. En dat je dan wel het bedrag er eigenlijk uithaalt wat je vorig jaar voor hem betaald hebt. Plus nog een doorverkooppercentage. Dan doe je het gewoon heel erg goed. En dan is het gewoon een deal die je met beide handen moet aannemen. En het woord is nu aan Bessie. Voor hem is het een beetje een bittere pil om te slikken. Want hij had eigenlijk zich voorgenomen dit seizoen zich te gaan revancheren voor zijn moeizame eerste jaar. Maar hij heeft dus deze week de boodschap gekregen van dat kun je wel willen. Maar we hebben niet zo heel veel plannen met je. Dus daar zit nog een beetje weerstand. Maar ik verwacht uiteindelijk dat in de loop van de komende dagen wel rond zou komen. Wat was de reactie van Stijn op zijn vertrek?
zijn mogelijke vertrek? Ja, nou ja, dat hij vanochtend gehoord heeft dat er een deal is. En dat hij hem vervolgens niet gaat gebruiken. Want ja, hij gaat geen speler waar een deal over ligt inzetten met de kans dat hij geblesseerd raakt en dat die deal klapt. En kijk, ja, voor hem is het natuurlijk ook wel duidelijk. Hij heeft achterin behoorlijk wat prioriteiten liggen. Maar links centraal niet, want daar heb je in principe op de Hato gewoon een groot talent rondlopen. En dan wil je misschien nog iemand erachter die iets meer ervaring en stabiliteit heeft. Maar links centraal achterin is al echt een positie waarvan je denkt, van daar kun je de komende jaren nog wel prima mee vooruit. Dus ja, voor Ajax is het eigenlijk best wel makkelijk geld om even te maken. Omdat je een speler hebt die en transferwaarde vertegenwoordigt. En je hebt daar wel een alternatief, of eigenlijk gewoon een betere speler staan. Dus waardoor je ook niet één op één hoeft te gaan vervangen. Deze miljoenen die kun je weer ergens anders gaan aanwenden. En wanneer gaat dat gebeuren? Want wanneer gaan die nieuwe spelers nou komen, Rion? Ja, ze hopen op heel korte termijn een rechter centrale verdediger. Ze zijn al een tijdje bezig met Josip Sutalo, dat is van Dynamo Zagreb. Alleen ja, het verhaal is natuurlijk wel, die jongen moet behoorlijk wat geld kosten. Dat ligt echt in de richting van 20 miljoen. Die jongen heeft ook behoorlijk wat te kiezen, ook uit topcompetities. Dus ze proberen hem met een verhaal, met een goed verhaal, met perspectief naar binnen te halen. Want hij moet natuurlijk dan de leider van deze verdediging gaan worden. Dus dat is wel perspectief. Dan kom je anders binnen dan wanneer je laten zeggen naar Spanje of Engeland gaat en je wordt nummer 16 in de selectie. Hij moet dan echt de man worden in die verdediging. Ja, ze hopen op hele korte termijn. Maar ja, het probleem is dat mensen die iets te kiezen hebben, die kunnen ook even wachten. Dus Ajax heeft dat niet zelf in de hand. Wat is de conclusie na 3 wedstrijden in de voorbereiding van Ajax? Ja, dat er nog veel werk te verzetten is. En dat dat pas verzet kan gaan worden op het moment dat je een selectie hebt die redelijk compleet is. Dat je een rechter centrale verdediger hebt voor de rest van het seizoen. Dat je linksback, dat je die duidelijk hebt wie je daar wil gaan neerzetten. Dat je, wat gaat er met Alvarez gebeuren? Wat gaat er met Kudus gebeuren? Er is al heel veel werk te verzetten. Alleen ja, zolang al die stenen in beweging zijn, dan kun je ook niet het fundament neerleggen. Dus het is denk ik voor Mauri Stijn ook een beetje onwennig. Zo van waar krijg ik grip? Waar krijg ik hou vast? Want ja, de spelers die graag zou willen houden, de Kudus en de Alvarez, die er natuurlijk vandaag nog niet is, Alvarez. Maar de Kudus en de Alvarez, daar wil je op bouwen. Maar die denken, zitten met hun hoofd ergens anders. En die jongens die hier wel zitten, denk je van zou ik eigenlijk wel een klasse beter speler voor willen hebben. Dus ja, het is wel een opbouwfase met heel veel onzekerheden nog. Wat zegt jouw gevoel? Kudus en Alvarez, die gaan toch niet blijven? Nee. Die willen allebei een stap maken. Dus de kans dat die op 1 september nog voor Ajax spelen is tegen de nul aan. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Ja, ja, dat is de conclusie. Dat is de conclusie. Eens? Ja.